daar staat, dat hij in feite ook wel een warm applaus vindt. Want ik heb dit jaren gedaan wat hij doet. Je zou kunnen zeggen, het is een hondenstiel. Opwarmen, tussendoor, ambiance, presenteren, alles op elkaar. Het is ook een duif, duurt het al. Verliefd, dames en heren, van Swoop. Dank je wel. En geef hem ook een gouden applaus, want het is niet zo eenvoudig om live on tape alles gewoon in één stuk te doen. Johan Verstreken! Je ziet er natuurlijk dat die mensen dat heel goed gewend zijn. Ook al is het misschien een tijdje dat hij een show heeft gepresenteerd. Wat we nu gaan doen is het moment dat we eigenlijk het nieuwe jaar gaan vieren. Mogen we vragen aan alle artiesten die er nog aanwezig zijn in de zaal zitten om naar het podium te komen langs deze trap. Of de artiesten die backstage zijn om ons te vervoegen op het grote podium. Tussen de loftrompetten en alle leuke mooie dingen. Want wij gaan met een leuk nummer het nieuwe jaar inluiden. Dus mogen we vragen aan alle artiesten die aanwezig zijn om met ons mee te vieren. We hebben dit jaar een groot... dankjewel, zeer goed. Ja. We hebben de Magnums erbij, we hebben onze artiesten erbij. Dus alle artiesten uit de Vlaamse top 10 van daarnet en de artiesten die aanwezig zijn, mogen vragen om ons te vervoegen op het podium. En misschien een beetje ja, wat mensen vooraan, wat mensen... De grote achteraan, Herbert is de grote, hè, die mag helemaal achteraan staan. En inderdaad een uniek moment, de overgang naar 2015, dat we op een feestelijke manier inluiden. Met ook op het podium de man die vandaag de muze won. De muze van Sabam. Mag ik een applaus voor Wiltura? En wij dan? Ik kan dat wel best begrijpen, dames en heren, maar u wordt zo dadelijk natuurlijk ook in de watten gelegd na de opname. Is er iemand? Jean, jij kunt dat goed, een fles openen, hè, zodat je Kim een glaasje kan geven. Gert, we nodigen jou uit om mee te gaan op het podium, maar dat ook niet. Jawel. Wat lief, Gert? Ah ja, oké. Okay. Knallen. En ik stel voor dat de artiesten onder elkaar of de mensen die inschenken mogen uitschenken om zo dadelijk te klinken op het nieuwe jaar 2015. We gaan traditioneel niet aftellen. We gaan gewoon met een heel tof nummer het nieuwe jaar inluiden. 2015 begint al bij Met TV. We zagen vandaag de opnames van de Vlaamse top 10 met heel wat artiesten. De lancering van de app, de Ment-app, en natuurlijk voor de allereerste maal het gala van het Vlaamse lied. Beste vrienden, even voor... Ja, de organisatie, wat komt er nu in beeld? In feite de overgang naar oudejaarsavond. Oudejaarsavond naar dus 1 januari 2015, middernacht. En daarnet, bij aanvang van de show, hebben we al Wiltura geëerd. Dus Wiltura heeft zijn nummer gezongen. En op het einde van het nummer van Wiltura stonden jullie allemaal rechtop. Jullie hebben een staande ovatie voor Wil gegeven. Dus we stellen voor dat we zometeen met z'n allen nog even de beentjes trekken, rechtop gaan staan. Jullie applaudisseren verder en dan zeg ik van... Terecht te staan, ovatie voor Wiltura. En dan mocht je rechtop blijven staan tijdens het nummer van Laura Lien. En klappen we mee in de handen en feesten we door. Zo zal het scenario er een beetje uitzien. Heb je het allemaal een beetje naar jullie zin? Niet verveeld? Je krijgt waar voor jullie geld, hè? Duurt natuurlijk wel een beetje lang. Maar dat is televisie maken natuurlijk. Maar jullie hebben... ook de unieke kans gekregen om even te zien hoe het allemaal werkt. De beste fotografen, want er zijn er heel veel aanwezig, heel wat journalisten die ook fotootjes nemen en zo. En Mark komt zo meteen ook een glaasje kava aan mij overhandigen. Maar dat kan deugden, hè, om de stemmannen te smeren. Straks is het jullie tour. Dan gaan we met z'n allen nog een glaasje
drinken. Zometeen een seintje van de regiekamer. En dan gaan we z'n allen rechtop staan, klappen in de handen, dansen, swingen. Hallo Filip. Ja, ik zou gewoon voorstellen dat jullie nu al even gaan rechtstaan, dames en heren. Want dit moet een heel leuke finale worden, dus even de benen strekken. Het zal geen kwaad kunnen na al die tijd dat we hier op onze kont hebben gezeten. Steek even beide handen de lucht in. Is everybody happy? Een aanwezig artiest in de zaal die hier voor hun collega's waren, die mogen er ook bij komen. Ik zie Mark Dex, Jules Cabas, een heleboel anderen, dus kom er dus bij, Ilias Baerts. Hoe meer zin, hoe meer vreugde. Jullie mogen even heel hard applaudisseren zoals jullie dat net deden voor de Wiltura, dus wij blijven applaudisseren. Van Wiltura, een staande ovatie, de muze van Saban en de Vato Loftrompet. Meer dan terecht verdiend, dankjewel Wiltura voor al het moois wat je hebt gegeven aan Vlaanderen de afgelopen jaren en wat je zeker en vast ook in de toekomst zal doen. Beste Wiel, blijf er nog even bij, we vragen alle artiesten er ook bij op het podium, want zometeen gaan we de overgang maken naar het nieuwe jaar, op naar 2015. En natuurlijk is Laura Lee nog in de omgeving. Laura, geef er een lap op. Daar gaan we. Lekker storm of laat, in de knop niet in de gaten. En met de handen zwaaien, de feesten heel de nacht. Lekker storm.
in de zaal. Henry, de klok in de gaten gehouden. Het is ondertussen nieuwjaar. Dus voor iedereen een gelukkig nieuwjaar. Veel liefde, veel Vlaamse muziek. Een goede gezondheid en een glaasje kava. En dat we nog veel mogen luisteren naar degelijke artiesten van bij ons. Ja, drink er maar eentje van. En Lindsay, kom maar even bij. Lindsay, school. Zeg, wat wens jij de kijkers van Menti voor het nieuwe jaar? Oh, ik wens dat al hun dromen mogen uitkomen. Dat is toch belangrijk? Absoluut, zeker weten. Filip? Veel muziek, veel liefde en vooral heel veel opnames van de Vlaamse top 10. En alles wat erbij hoort. Ment is top. Zeker weten. En even kijken, Evelien. Ja, jouw partner in crime, hè? Ja, toch wel. Wel, ik wens eigenlijk iedereen een heel goede gezondheid. Ook al is dat misschien een cliché, maar dat is ook wel heel belangrijk. En vooral veel, veel, veel muziek. Zeker weten. En Herbert, Herbert vraag. Ah, kijk, hij is al op toast en al. Ja, zit je al een beetje door het neus, lieve vriend? Ja, met iedereen is in vorm, hè, om niet te doen. Ah, ik wens iedereen super toffe, plezante optredens. Eigenlijk vitaminekuren, geen pillen, maar muziek. Vlaams muziek. Voilà, Vlaams muziek, daar gaan we op toasten. En het is nog lang niet gedaan, want een fantastische groep staat nu nog op ons te wachten. Veel plezier met het concert van De Romeo's. Yeah. Die mogen allemaal nog even op de bühne blijven, misschien in één stapje achteruit, maar dat de winnaars met de loftrompetten, dat die even op de eerste rij komen staan. En de anderen die mogen ze natuurlijk flankeren. De muzes en de loftrompetten, waar zijn die ergens? Die moeten er natuurlijk ook even bij voor de fotografen. Maar alle artiesten hier zijn, er zijn er heel veel, zelfs uit Nederland gekomen. Guus is er ook, tof dat je erbij bent. Ja, er zijn er echt te veel om op te noemen. Ik zie hier allerlei verrassingen. Voor die mensen, er zijn er een heleboel anderen die hier ook nog aanwezig zijn, dus... Kurt Lotting hier is ook. Ben je hier aan het koekeloeren? Je herkent er ongetwijfeld heel veel, dus tof dat jullie er allemaal zijn. Ik sta love trumpet. Don habla español, señor. Backstage. Backstage, ze komen eraan. En ze wegen zwaar. En ze zijn bijzonder mooi. De winnaars en de leden van Vlaapo bestuur worden ook even gevraagd vooraan. Micha, John en anderen. En de mensen van Men Televisie, Magali en Mark. En de kunstenaar natuurlijk, en John Dirra. En Daniel Gijbels. En ook Mark Klaarhout, de kunstenaar die de kunstwerkjes heeft ontworpen. Het statieportret hoort er altijd bij. We kijken even naar de regieaanwijzingen van de journalisten. Een paar op de knieën zitten. Er wordt gevraagd een aantal vooraan op de knieën zitten. Die jeugd. Die jeugd op de knieën zitten. Ja, voor jou gaat dat moeilijk, hè? Je broer gaat wel voor je zitten. Jean, kan je op je knieën zitten, vragen ze hier. Ja, gaat dat. Zijn op uw leeftijd. We gaan er een paar voor zitten, ja. Allee. Kom wat dichter bij elkaar. Dana, kom er ook wat dichterbij, iedereen. En smile allemaal. Wel, welk voortje kijken we eerst? Eerst hier vooraan in het midden. Ja. En nu gaan de voogdjes van daar. Ah, Micha. Kijk een keer, dit is een glaasje kava. Gemorst. En Micha, ja, ook poetsvrouw. Voor de foto's, beste vrienden, beginnen we even aan die kant. Dus allemaal deze richting uitkijken.